Via een unieke samenwerking tussen projectontwikkelaar Silverline Development, makelaar VB Partners en bouwonderneming ND Bouw wordt momenteel het project Het Hof van Laar te Ekeren gerealiseerd. Een uniek en prachtig gelegen appartementencomplex met 15 appartementen in een mooi gelegen groen gebied te Ekeren. In deze presentatie laten wij u de eerste stappen van het project zien. Dag meneer, u bent van bouwbedrijf? Ja, ja, ik ben Dave Mathij van MD Bouw. Ja. Ah ja, ja. Het vlot nogal aardig hè, de bouw. Ja, ja, het gaat goed vooruit. Weer zit mee. Hè, dus, ja, ja, dat is zeker. Snel, ja. Hè? Ja, zeker. Loopt alles volgens planning? Ja, we lopen zelfs voor op onze planning denk ik. Ja? Ja? Een beetje, ja. Dus voor de bouwvakantie gaan we sowieso de kelder nog dichtleggen. Ja. En misschien zelfs dat wel een stukje van het gelijkvloers metselwerk aanvatten. Hè? Maar dat zal een beetje afhankelijk zijn van hoe het de laatste weken loopt. Ja. Nou, veel succes met de bouw. Dankjewel. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Maar het is heel belangrijk dat de gegevens van de mensen die terug naar ze aankomen, de WIP-gegevens zeker kloppen.
ook een bedrijf getrouwd worden. En ik dacht, oh. Ja. Het is de vijf. 1, 2, 3, 4 koppels heb ik al op. Ja. Wij zijn en de... twee. Ja. En ja. Dan van de week nog een meneer. En dan nog een koppel heb ik ontmoet. Ja. Hier ook kwam zien. Ja. Ja. Zijn, met een allemaal... iPad hier zo. Ja, met zijn allemaal mensen op lijf. Maken we een goede indruk? Ja, niet hè. Ja, dat is ja, ze zijn te jongens. Ja. Ik zit nog aan het werk. Volgens mij al in het bezoek. Wij zijn de oudste. Ja. Jullie de oudste? Is niks aan Lollewaard ja. Zorgen. Ja, ja. Samen? Nee. Het is het beste dat naast je kunt gebruiken, maar die is van niks. Ja, dat is verloren ruimte. Dat is voor in te werken, hè? Ja, dat is verloren ruimte. Ja. En daar? En hoeveel Friesladen wil je dan hebben? Ja, veel. Ja. Maar dat is zo... Nee, kijk, dat is niet in zwart. Maar is... deze is bij een korrel, hè. Dat is zo precies dat zo'n smeetijzer dus. Ja, dat ja. En dit zijn gewoon de kunst. Dus deze twee rijen, dat zijn gewoon de kunststof. Dat is een laminaatje. Maar ik vind dat zo, als je dat dan praktisch brengt. En over de spoeling. Ik denk dat je al iets van een randloze spoeling hebt gehoord, of nog niet? Dus dat je een verdeeld blokje dat water uitkomt en volledig gaat rondstromen. Hoor dat maar twee blokjes. Het is veel interessanter om één groot blok te hebben op de rest. En dan vaak wordt dat in het wit genomen. Deze zijn er standaard, die zitten er standaard in. Dus daar kunnen we kiezen ofwel de witte ofwel de crème kleur. Ja. En dan is het eigenlijk een vrije keuze als je zegt ik vind dit mooi of dat mooi. Dan maken we er een prijs voor en dan hebben we een idee wat het zou kosten. Mm-hmm.